Welkom Stekkerbroeders bij weer een nieuwe video. Vandaag hebben we de vraag van Lil Yachty. En hij of zij vraagt: op welke leeftijd ben je begonnen met trainen? En welke leeftijd raad je aan om te beginnen? Ik ben begonnen met trainen op mijn 15e. Ik ben op dit moment 26. Ik ben tussen mijn 15e en mijn 20e echt nog wel een keer gestopt. Een jaartje niet gestopt en noem maar op. Dat is even een verhaal van een andere video. Op welke leeftijd raad ik aan om te beginnen? Er is in Nederland een soort taboe als het gaat om krachttraining voor jeugd, krachttraining voor jongere mensen, wat op zich wel te begrijpen is, maar in mijn ogen niet handig is. Als je iemand van, laat zeggen, een jaar of 15 hebt en die wil aan krachttraining doen, die wil naar een sportschool gaan, dan wordt hij zelfs op sommige sportscholen verboden, kom je er niet eens in. Terwijl in principe, ook al kijken we naar de jongere mensen, de jongens van een jaar of 12, waarom wordt het wel sociaal geaccepteerd als, zoals ik vroeger deed, aan freerunnen deed, dingen van 2 meter, 3 meter, afsprong, je in bomen klimt, jezelf op die manier ook wel beschadigd. Het zijn niet herhalende bewegingspatronen, maar dan nog kan je lichaam serieuze schade oplopen en toebrengen. Je mag wel met een tennisracket slaan en noem maar op, zulke soort dingen. Zoals het over krachttraining gaat en over fitness, dan mag het niet, want het is niet veilig. Is in mijn ogen niet waar. Als je iemand hebt van een jaar of 15 en die gaat naar de sportschool. Die is nog volop in de groei natuurlijk. En natuurlijk gaat zo iemand niet zijn ene rem testen. Natuurlijk ga je met zo iemand niet een starting strength of stronglist programma doen waarbij je 5 herhalingen maakt met 80% van je kunnen of 90% van je kunnen. Het is natuurlijk logisch dat zo iemand rustig begint. En vooral onder begeleiding. Dat is een kern key point van heel deze video, van heel dit verhaal. Je mag best trainen, maar doe dit onder begeleiding als je die leeftijd hebt. Zorg dat je iemand vindt die er verstand van heeft. Iemand die er ook zin in heeft om je te begeleiden. En niet simpelweg ik wil ze niet beledigen, maar een simpele fitnessinstructeur die jou gewoon neerzet op wat machines en vervolgens wegloopt en een beetje kijkt van, oh ja, het gaat goed. Laat dus nooit je ouders of iets dergelijks meegaan. De botdichtheid van een kind is nog volop in groei. Dus je hebt een bot en die is eigenlijk een beetje tussen haakjes poreus. Als je aan krachttraining gaat doen, kan het bot, is natuurlijk in groei, maar kan veel steviger, veel stabieler worden. Die kan een hele sterke dichtheid worden, zodat die minder snel breekt en hij gewoon veel en veel steviger is. Als jij een jaar of 18 of ouder bent, is die botdichtheid bijna niet meer te veranderen. Natuurlijk wordt er wel iets wat sterker, maar die kans heb je in principe één keer en dat is als je jong bent. Ik heb wel eens met een fitness trainer, een personal trainer gesproken, die zijn botdichtheid heeft laten meten en die begon op zijn 12e met krachttraining. En zijn botdichtheid was, de beste man is nu 55, zijn botdichtheid was 1,7 keer zoveel als de gemiddelde persoon van een jaar of 55. Dat betekent dus dat die persoon aanzienlijk minder snel iets breekt als zo'n persoon aan extremere sporten gaat doen. Rugby, powerlifting natuurlijk. Ergens waarbij een flinke druk komt op je botten, heb je gewoon simpelweg een veel beter en veel sterker frame-skelet. En heb je gewoon een veel groter voordeel. Als ik iemand zou aanraden om te beginnen, ja, begin gewoon lekker vroeg. Ik durf geen exacte cijfers te vertellen. Het ligt ook heel erg aan de persoon. Een jaar of 12, een jaar of 15 kan best. Alleen doe dit onder goede begeleiding. Je hebt die kans maar één keer. Als je later oud bent en je hebt stevige botten, bedank alsjeblieft je ouders dat ze je toestemming hebben gegeven dat je überhaupt op die sport mocht en dat je überhaupt wat mocht gaan doen. Total strength, ignite your fire and grow stronger.